geleden. Ik zag je van de week op scootje en nu weer bij de Sneekweek. Ja, nee, klopt. Klopt. Ja. Je hebt er alleen maar mee gevaren. Dat ging best wel goed. Ik heb gisteren afscheid genomen en we staan bovenaan. Ja, dus ik hoop dat ze het vol kunnen houden. En dat we volgende week vrijdag, dat ik hier de slotwedstrijd nog mee kan doen, na de Sneekweek. Dat we nog bovenaan staan. Was het niet moeilijk om af te stappen? Jawel, ja, wel gemengde gevoelens. We hadden het natuurlijk van tevoren afgesproken. Hè, want ik zou eigenlijk niet meedoen, omdat het tegelijk viel met de Sneekweek. Maar omdat Albert die wilde toch wel graag dat ik dan in ieder geval een week meeging. Dus dat hadden we van tevoren goed afgesproken. Hoe belangrijk is die Sneekweek voor jou dan? Nou, Sneekweek is voor mij heel belangrijk. Ik wil niet graag een Sneekweek missen. Nee. En ik moet ook, ze hadden me gevraagd voor een team, Holland-Friesland. Dus daar moet toch wel bij zijn. Ja. Hoeveel Sneekweek is het voor je? Oeh, dat zou ik niet weten. Nou, meer dan 50. Ik denk 55 of zo. De eerste keer was in de flits? De eerste keer was in de flits. Dat was in 63. 64, ergens in die buurt. Ik denk 63. Waar waren nu je kleinkinderen in, begrijp ik? De kleinkinderen die gaan, nou, ze varen er nog niet in. Ze zijn in de opleiding in de Optimist. En ze hebben al een paar keer in de flits gevaren, maar nog geen wedstrijden. Dus dat gaat, ze zijn nog een beetje te jong. En de oudste die is nu 7, 8. En ja, moet er ook nog even een jaartje bij. Even in de opleiding in de Optimist. En dan hoop ik dat ze straks enthousiast worden. Je hebt de Kaagweek gewonnen, dat wekt verwachtingen. Ja, nou ja. Wel uiteraard ook proberen de Sneekweek te winnen. Ja. Hoeveel keer wordt dat? Oeh, zou ik niet weten. Nee, ik denk in de regenboog wordt het dan de zesde keer of zo, denk ik. En ik heb hem in de schakel ook wel gewonnen. Ja. Je hebt een plek thuis. Voor een mooi bord. Ja, voor een mooi bord hebben we altijd een plekje. Ja, ja. En licht weer, ligt dat jou? Nou, ik heb liever wat wisselend weer. Want wij zijn eigenlijk onder alle omstandigheden wel goed. En er zijn natuurlijk toch een paar van die hardweerspecialisten. En er zijn lichtweerspecialisten. En dat maakt mij eigenlijk helemaal niet uit wat het gaat worden. Maar goed, er is een goede concurrentie. We hebben een mooi veld, 20 boten. En ja, je kunt zo 1 worden, maar je kunt ook zo 5 of 6 worden. Wat zijn de grote verschillen met SKS en hier het Sneekweek varen? Qua comité, qua wedstrijden? Nou ja, dat is hier over het algemeen natuurlijk een heel professioneel comité. Ik moet zeggen dat ik het bij de SKS vind ik het heel vaak niet professioneel genoeg. Zeker voor de inzet die de schippers en de commissies hebben en hoeveel geld erin wordt gestoken. En dan is de organisatie toch vaak wel, laat wel een beetje te wensen over. Ja, zijn we voorbeelden van dit kampioenschap, hè? Ja, meerdere helaas. Meerdere voorbeelden, ja. Kun je dat veranderen? Nou ja, ik denk dat ze een vast comité moeten gaan organiseren. Hè? En met hulp van plaatselijke commissies. Maar nu zijn er plaatselijke commissies die gewoon 1 keer per jaar een wedstrijd organiseren. Kan niet? Nee, dat kan niet. Ze hebben gewoon, mensen tekort en ze hebben te weinig ervaring. Veel te weinig ervaring. Dat ontbreekt hier gelukkig niet. Wat zeg je? Dat ontbreekt hier gelukkig niet. Nee, dat ontbreekt hier zeker niet. Nee, de KWS is zeer professioneel ingesteld. Met goede banen, goede comité's, goede... Nou ja, alles is goed hier. Voldoende rubberboten en een goed startschip. Het is allemaal heel dik van elkaar hier. Ik zie je vrij donderdagavond bij de prijsuitreiking. Nou, ik ben er vast en zeker wel. Maar of ik die prijs op kan halen, dat zien we dan natuurlijk. Succes. Ja, dankjewel. Bij de wind gaat nu helemaal naar het noorden toe, Amsterdam. Zie je wel naar die vlag? Zie je? Helemaal dwars uit.